Thank you.
Thank you.
Voor wij overgaan tot de proclamatie, zal de heer Björn Suffer, schepen van cultuur, toerisme en sociale cohesie van de stad Mechelen, u namens de stad toespreken. Avant que nous écoutons la proclamation, monsieur Björn Suffer, échevin de la culture, du tourisme et cohésion sociale de Malines, vous parlera au nom de la ville. Before we attend to the proclamation, Mr. Björn Suffer, Alderman of Culture, Tourism and Social Cohesion, will speak to you on behalf of the city of Mechelen. Meneer Suffer, alsjeblieft. Geachte aanwezigen, geachte gezagsdragers in al uw graden en hoedanigheden, beste Beiaardvrienden. Welkom hier in ons prachtige cultuurcentrum, welkom in onze historische kunststad Mechelen. In naam van de burgemeester en de schepen van de stad Mechelen, van harte welkom in Beiaardstad Mechelen. Warm welcome to all in City of Arts Mechelen. Het is mijn hele eer u te mogen toespreken in de aanloop naar het spannendste moment van de Koningin Fabiola-wedstrijd, de vijfjaarlijkse elite-schouwing van onze Beiaardcultuur. We mogen deze wedstrijd zonder schroom artistiek gelijkwaardig beschouwen aan wat de Koningin Elisabeth-wedstrijd betekent voor piano, zang, viool en inmiddels ook cello. Maar deze wedstrijd die vindt niet in Brussel plaats, maar wel in de historische hoofdstad van de Bourgondische Nederlanden, namelijk Mechelen. Een terechte keuze, want Beiaardcultuur is een van de uithangborden van onze stad. Een stad waar de Beiaardkunst internationale uitstraling kent. Een stad waar de Beiaard ook een groot lokaal draagvlak heeft. Een stad waar historische cultuur niet onder een stolp staat, maar zich verder ontwikkelt en dialogeert. Sinds jaar en dag speelt onze stad een vooraanstaande rol in de geschiedenis van de Beiaard. Het begon bij de Mechelse klokkengieters, die in de 15e en de 16e eeuw furoren maakten en van bij het begin van de Beiaardgeschiedenis onze klankbronnen vormgaven. Met de aanschaf van een Hemmenie-Beiaard in 1679 verwierf Mechelen op dat moment de grootste Beiaard ter wereld in gewicht en qua aantal klokken. En uiteindelijk staat ook de wieg van de moderne Beiaardcultuur in deze stad. Het verhaal begon in 1892 toen de toenmalige stadsbeiaardier en muzikaal talent Juf de Mijn zomeravondconcerten organiseerde. Een primeur in de geschiedenis van de Beiaard, want voor de eerste keer luisterde een aandachtig publiek met een programma in de hand naar de Beiaardmuziek. De Nijn begreep meteen dat het niet volstaat om als Beiaardier prachtige muziek over de stad te strooien. De Beiaard is meer dan muzikaal behang en verdient erkenning als volwaardig en uniek muziekinstrument en verovert met zijn blijdriste stemming de harten van een breder publiek. En dat elan zetten wij hier in Mechelen ook vandaag verder.
Onder de baseline Mechelen hard voor Bijaard werken de mensen van het Bijaardbraad, de VZ2-toren in Bijaard, de Bijaardschool en de diensten cultuur en toerisme hard samen. We werken samen om de Bijaardcultuur in onze stad verder te koesteren, gedragen te houden, te actualiseren. In de geest van Jef de Nijn halen we ook vandaag het instrument uit zijn ivoren toren, letterlijk zelfs met onze nieuwe kamerbijaard hier achter mij. Om zo bekendheid te geven aan een uniek cultuurfenomeen. Alleen zo waarborgen wij de toekomst van dit prachtige instrument. Op 25 oktober 2014 werd de Belgische bijaardcultuur door UNESCO als immaterieel cultureel werelderfgoed erkend. De Koninklijke Bijaardschool Jef de Nijn, die het dossier mee had ingediend, speelde een cruciale rol in dat verhaal. Het doorgeven van de bijaardtraditie aan toekomstige generatie is immers haar kerntaak. Een taak die zij op volwaardige wijze vervult. En dit werd door UNESCO ook erkend, want aan die erkenning werd meteen het label gekoppeld van Best Safeguarding Practice. UNESCO zegt daarmee dat de manier waarop men bij ons met de bijaardcultuur omgaat, als voorbeeld kan dienen voor alle andere culturele tradities in de wereld. Mechelen beschikt over 5 operationele bijaarden in zowel historische kerken, in onze reizige Belfortoren, als ook in het niet-religieuze Burgondische gebouw met Hof van Busleiden, waar heden ten dage ons nieuwe Mechelse museum is gehuisvest. En daarnaast heeft onze stad ook een eigen Mechelse stadsbijaard en een internationaal geroemde bijaardschool mede-organisator van dit evenement. Om het draagvlak bij het brede publiek verder te laten groeien, programmeerden we zelfs Bijaard op ons gratis festival Maandrol. De Bijaard kondigde de hoofdacts van de dag aan met arrangementen van de bekende deuntjes van pop- en rockbands. Tijdens een experimenteel kunstenfestival, ter ere van de beroemde botanicus en humanist Rembrandt Doens, besteeg zelfs Charlemagne Palestine de Bijaard van de Sint-Roombouts-toren en liet met een minimalistische performance van 2 noten de toren resoneren. Voor sommigen wellicht vloeken in de kerk, voor anderen een teken dat nog niet alle mogelijkheden van dit instrument zijn uitgeprobeerd. Onze kamerbijaard concerteerde afgelopen jaren in wijken en dorpen en in zijn vaste stek, het bijaardpaviljoen in de idyllische Sint-Emmettentuin. Ook met dit unieke bijaardpaviljoen zorgde de Mechelse bijaardcultuur voor een wereldprimeur die de essentie toont van ons Mechelse model. Een model waarin het deeltijds kunstonderwijs mee actor is in het culturele aanbod. Zich sterk richt op het publiek en daarbij de vernieuwing niet schuwt. Zowel voor de stad als voor de cursisten en het personeel van ons deeltijds kunstonderwijs zorgt dat voor een uniek speelveld. Onze Koninklijke Bijaardschool Jef de Nijn wil dan ook een laboratorium zijn waar nagedacht wordt over nieuwe perspectieven voor de bijaardkunst. In het voetspoor van stichter Jef de Nijn onderzoekt men hoe de bijaard zijn plek kan blijven vinden en kan mee evolueren. Zoals bijvoorbeeld in het samenspel in concerterende vorm van bijaard met andere instrumenten en ensembles, zoals u tijdens deze wedstrijd de dialoog tussen de 5 laureaten en het koperensemble Art of Brass onder leiding van Rick Geskeijen mocht ervaren. Beste vrienden, vooraleer wij overgaan tot het minst muzikale, maar wel spannendste deel van deze wedstrijd, de proclamatie, wil ik nog even iedereen danken die deze wedstrijd heeft mogelijk gemaakt. De Vlaamse gemeenschap, die niet alleen de eerste prijs, maar ook met een bovenlokale subsidie samen met de stad Mechelen deze wedstrijd heeft mogelijk gemaakt. Ook de privésponsors wil ik danken, want zij maken andermaal duidelijk dat er geen tegenstelling bestaat tussen cultuur en geëngageerde ondernemers. Dank aan bijaarden en torenuurwerker Michiels, Arco Information Mechelen, Stad Roeselare, de Koninklijke Gidsenbond van Mechelen, Klok O'Matic Leuven, Koninklijke Bijaardschool Jef de Nijn, Saban en de Koninklijke Vereniging voor Toren en Bijaard Jef de Nijn. Van deze VZ2 wil ik in het bijzonder het voltallige bestuur en alle vrijwilligers bedanken voor hun bijdrage aan dit evenement en al die jaren waarmee wij samen het bijaardbeleid hebben kunnen vormgeven. Dit zijn voorvechters, allemaal mensen die hun métier kennen. Het is voor mij als schepen heel erg comfortabel om met deze mensen te mogen samenwerken.
En dat geldt ook voor de directeur van onze bijaardschool, Koen Kozaert. Een man met een missie, met een ongelofelijke werkkracht, die er steeds in slaagt om mensen te begeesteren en dossiers tot een goed einde te brengen. Misschien een klein applaus voor Koen Kozaert. En dank uiteraard ook aan het publiek, aan het bijaardpubliek, dat bent u. Want zonder u en uw engagement om steeds in volle getale aanwezig te zijn, om open te staan voor nieuwe invalshoeken, zonder u zou de bijaard zich niet blijven heruitvinden. Voor onze bijaardcultuur is uw aanwezigheid een hart onder de riem en een waardering voor het werk dat hier wordt verricht. Ik dank u allen om mee te werken aan de uitstraling van de bijaardkunst. Maar die bijaardkunst die staat of valt uiteraard ook bij de kunstenaar die het instrument bespeelt. En samen met u heb ik vandaag enorm genoten van zoveel bijaardiers talent. En voordat ik het woord geef aan de jury, die ik bij deze ook wil bedanken voor haar deskundige werk, wil ik alle deelnemers, alle artiesten, alle kunstenaars bedanken voor hun tomeloze inzet. Zoveel jaren lang om zich te vervolmaken tot volwaardige bijaardiers. Nogmaals van harte bedankt voor uw komst naar Mechelen. Lang leven de bijaardcultuur. Dank u wel. Dank u wel, meneer Schepen, voor uw mooie toespraak. En dan rest mij nog, dames en heren, om u de leden van de jury voor te stellen. Ik ga bij de eerste heer beginnen. Dat is Geert Dolander, bijaardier van Carolina of de Buck Tower in Lake Wales, Florida. En de schrijver-componist van het opgelegde werk A Fast Wild Ride, Geert Dolander. Koen van Assen, docent aan de Koninklijke Bijaardschool en stadsbijaardier van Antwerpen en Lille. Tom van Peer, docent aan de Koninklijke Bijaardschool en stadsbijaardier van Lokeren en Puurs. Ellen Dickinson, Carolina of Trinity College in Hartford, Connecticut, in de US. Frans Haven, docent aan de Nederlandse Bijaardschool Amersfoort en stadsbijaardier van Kampen en Zutphen in Nederland. Dina Verheijden, docent aan de Koninklijke Bijaardschool en bijaardier van de Onze Lieve Vrouwenkerk in Mechelen. Eddy Marien, docent aan de Koninklijke Bijaardschool en stadsbijaardier van Mechelen en Leuven. Malgosia Fiebig, stadsbejaardier van Utrecht en Nijmegen in Nederland. Stefano Coletti, professeur de carillon au Conservatoire Régional de Douai en carillonneur de Douai in Frankrijk en ook compositeur van het stuk dat wij vandaag allemaal hebben gehoord met Brass Band in Invicta. Trevor Workman, coroner of the Cadbury Carillon in Birmingham, Groot-Brittannië. Great Britain. En zoals u al gehoord hebt, Koen Kozaert, directeur van de Bijaardschool en stadsbijaardier van Kortrijk en Roeselare. Gerda Samé,
Stijn, de administratieve medewerker, zeer gewaardeerd in de bijartschool. De voorzitter van de jury, Koen Kozaert, zal nu de uitslag van de wedstrijd bekendmaken. En na de proclamatie wordt u uitgenodigd op een receptie, u aangeboden door de stad Mechelen. Le président du jury Koen Kozaert va maintenant annoncer les résultats du concours. Après la proclamation, vous êtes tous invités à une réception vous offerte par la ville de Malines. The president of the jury, Koen Kozaert, will now announce the results of the contest. And following the proclamation, you're all invited to the reception donated by the city of Mechelen. Willen de 5 laureaten van de wedstrijd nu naar voren komen? Can you all come forward now? Alex Johnson, Margaret Penn, Peter Bray, Jasper de Prateren en Kieran Cantilina. Dames en heren, ladies and gentlemen, dames en messieurs. Voor ik overga tot de proclamatie wil ik toch persoonlijk ook nog een aantal mensen dank zeggen. Zeker de stad Mechelen die dit alles ook mee mogelijk maakt. Zeker ook de vele medewerkers, Egid, Erik, François, Luc, Michel, Theo, Frans en misschien vergeet ik weer al iemand, maar zeker niet in het minst. Jean ook, ja, en zeker niet minst Gerda, die toch ontzettend hard gewerkt heeft. Zij stond in het middelpunt van gans die organisatie en heeft letterlijk de laatste weken dag en nacht gewerkt om dit alles in orde te brengen. Ik denk dat zij toch nog eens een zeer warm applaus verdient. Ik wil nog eventjes ook de twee componisten in de bloemetjes zetten voor hun ontzettend prachtig werk. Ik heb 19 keer het werk van Geert mogen horen en 5 keer het werk van Stefano. En ik zou het graag nog eens horen. Selections, we organized also an improvisation competition. So 6 of the participants of the 14 did compete in improvisation. Zo ook tijdens de preselecties hebben wij een improvisatiewedstrijd georganiseerd en van de 14 hebben 6 deelnemers aan deze wedstrijd deelgenomen. De uitslag is bepaald geweest door de jury van de preselecties en is toen al aan de kandidaten bekendgemaakt. Maar we willen van dit plechtige moment toch gebruik maken om die prijs ook uit te reiken. So we know already since Thursday who is the winner of the improvisation prize, but we want to hand over this prize at this very solemn moment. De winnaar van de improvisatieprijs, een prijs van 1000 euro, geschonken door de Koninklijke Bijaardschool Chef de Nijn en door de Koninklijke Vereniging voor Toren en Bijaard, VZW, gaat naar Alex Johnson. Sabam, de auteursrechtenorganisatie in België, heeft zoals bij iedere editie van de wedstrijd ook een prijs uitgeloofd voor de beste uitvoering van een werk van een Belgische componist.
En de traditie is dat dit gaat naar de beste uitvoering van een van de plichtwerken. Dus uiteraard naar de beste uitvoering van A Fast Wild Ride door Geert Dolander. So there is also a tradition that the Authors' Rights Company in Belgium, Sabam, gives a prize for the best performance of a piece by a Belgian composer. And the tradition is that this is always the best performance of a required piece. So quite obvious that it goes to the best performance of A Fast Wild Ride by Geert Dolander, as Stefano does not have yet the Belgian nationality. So, de prijs voor de beste uitvoering van A Fast Wild Ride in de 9e editie van de Koningin Fabiola-wedstrijd gaat naar Alex Johnson. Mag ik de heer Johansen vragen om de prijs te komen uitreiken? Spannend. Drum roll is going on. I start with the fifth prize. The fifth prize donated, de vijfde prijs geschonken door de firma Klokomatic, constructeurs van uurwerken, torenuurwerken, luidklokken en bijaarden uit Holsbeek Leuven. So the fifth prize, 1000 euros, donated by the constructor firm for ringing bells, carillons and tower clockworks, Klokomatic from Holsbeek, voor ons uitgereikt door de managing director Norbert van Wijnsbergen, die ik hierbij uitnodig, gaat naar Peter Bray. The fifth prize goes to Peter Bray. €1.300. Een prijs geschonken door de stad Roeselare en door de Koninklijke Gidsenbond Mechelen VZW. So the fourth prize, €1.300, donated by the city of Roeselare and the Association of the City Guides of Mechelen. De prijs wordt overhandigd door de heer Schepen Dirk Lievens, Schepen van Cultuur in Roeselare, en door Karin de Koster, voorzitter van de Gidsenbond. Deze prijs, de vierde prijs, de fourth prize of €1.300, goes to Kieran Cantilena. De derde prijs, voor een bedrag van €1.500, de prijs geschonken door de stad Mechelen. The third prize, €1.500, the prize of the city of Mechelen, will be handed over by Alderman Bjorn Siffer, zal overhandigd worden door de heer Schepen Bjorn Siffer. The third prize goes to Margaret Pan. Drum roll goes louder. Nu gaan we het eindelijk weten. Tweede prijs. Tweede prijs, geschonken door de Mechelse firma Arcom Information. So the second prize, €2.000, donated by the Mechelen company Arco Information. De prijs
prijs wordt overhandigd door mevrouw Laura Cornette, marketing manager van Arco Information, die ik graag uitnodig naar voren. Dag mevrouw. De second prize, de tweede prijs gaat naar Jasper de Prater. Eerste prijs, winnaar van de 9e editie van de internationale baardwedstrijd Koningin Fabiola. First prize and winner of the 9th edition of the International Carol Competition Queen Fabiola. Voor het bedrag van €3000, een prijs geschonken door de vice-minister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel, Sven Gans. So the first prize has been donated by the Vice President of the Flemish Government, Flemish Minister of Culture, Sven Gans, for the amount of €3000, and a bronze bell donated by the Tower and Clockwork Company, Luc Michiels from Mechelen. En een klok, uiteraard geschonken door het bedrijf Torenuurwerken en Beate Michiels uit Mechelen. Winner of the 9th edition is Alex Johnson. Nu, na al die feestvreugde, zijn we nog niet ten einde, want jullie hebben ook een stem uitgebracht. So after all these prizes, we are not still at the end, because you, public, have always also voted for a favorite candidate. Ik geef nu het woord aan Erik Vegemans, voorzitter van de Koninklijke Vereniging voor Toren en Bijaard, die ons op de hoogte zal brengen wie de publieksprijs krijgt. Dames en heren, ladies and gentlemen. Wij, Koninklijke Vereniging voor Toren en Bijaard, zijn er sterk van overtuigd dat de Bijaardier, maar ook de Bijaardconcerten, het publiek nodig hebben. Het publiek is strikt nodig om onze Bijaardcultuur verder te zetten. So, we, the Royal Association of Tower and Carillon, is convinced of the importance of the audience. Wij hebben gedurende 2 dagen de stemmen samengeteld en een compilatie gemaakt. 225 stemmen zijn uitgebracht. En met een grote meerderheid. So we have had 225 votes. And with the large majority, I have the great honor. Ik heb het plezier en het genoegen u aan te kondigen dat de winnaar is, Jasper de Prater. Ik wil nog kort voor de receptie, die we allemaal zeer hard nodig hebben, nog eventjes het orkest bedanken, Art of Brass. Ik weet niet of Rick Geskeerde hier nog aanwezig is. Is hier nog een? Rick, kom eens naar voren. Want zij hebben een ontzettend prachtig werk geleverd.
Dick, dank u wel. En ten laatste wil ik nog eventjes ook de dame in de bloemetjes zetten die vandaag de wedstrijd gepresenteerd heeft. Eerst omdat ze dat zo goed gedaan heeft en ten tweede omdat wij al 40 jaar samen zijn. Bloemetjes voor Iris. Allemaal op.